eerst maak het papier nat. En zorg ervoor dat hij aan allebei de kanten mooi nat is. Dan leg je het zorgzaam op de plank, zodat hij plat ligt en er geen bubbels onder zijn. Je kunt hem dan nog een beetje deppen met het doekje, zodat het overtollige water eraf is. En als je dan genoeg gedept hebt en er komt niks meer af, dan leggen we het doekje opzij en dat hebben we dan niet meer nodig. Zoals jullie zien, staan de schilderspullen al klaar. De potjes staan klaar met de verf erin. De waterpotten staan klaar. De penseel ligt klaar. De plank met het papier erop. En het doekje ligt ook al klaar. Misschien kennen jullie dat wel. Dat als je 's ochtends binnenkomt en de tafel is al mooi gedekt, dat je dan echt zin krijgt om aan te schuiven. Zo doen we dat ook in de kleuterklas, bij de kleuters. Als ze 's ochtends binnenkomen, dan is de tafel al gedekt met de spulletjes die we straks gaan gebruiken. En op maandag zijn dat de schilderspullen, zodat de kinderen echt zin krijgen om aan te schuiven. En dat brengt ze tot leven. Dat noemen we de levenszin. Dan wekken we het enthousiasme door de wereld mooi te verzorgen. En daarom gaan we nu beginnen. Hier ligt kabouter Fabian, die het schilderen zo goed kan. Kijk, Fabian komt uit zijn bed en heeft zijn puntmuts opgezet. Snel doet hij zijn kleren aan. Het is tijd om aan het werk te gaan. Zijn voeten aaien het papier. Eens kijken. Staat mijn naam al hier? Eerst gaat Fabian met zijn voeten in het waterbad. En dan veegt hij zijn voeten aan de mat. Dan mag Fabian met zijn voeten vriendelijk de verf begroeten. Oh, wat een mooie kleur is dat! En hij veegt zijn voeten weer aan de mat. Dan glijdt Fabian met veel plezier heen en weer op het papier. En is Fabian het glijden moe? Dan gaat hij weer naar de waterpot toe. Hij spoelt zijn voeten. En hij veegt ze af aan de rand. En dan is hij weer de schoonste in het land. Pas na het voetenwassen mag hij in een kleurenbad. En hij veegt zijn voeten weer aan de mat. Zo werkt kabouter Fabian, die het schilderen zo goed kan. Te zorgen dat de kinderen zelf gaan ontdekken bij het schilderen, zelf gaan ontdekken wat de kleuren met elkaar doen en zelf gaan ontdekken hoe ze de kleuren mooi kunnen mengen, geven wij de kinderen geen opdrachten bij de kleuters. We geven ze de voorwaarden om een mooie schildering te kunnen maken. En dat zorgt ervoor dat ze ook ontdekken dat de kleur iedere keer oranje wordt als ze geel en rood mengen. En dat de kleuren iedere keer groen worden als ze geel en blauw mengen. En dat geeft ze zelfvertrouwen door te weten wat er gaat gebeuren. En als het schilderen dan klaar is, dan is het ook heel belangrijk om het samen weer op te ruimen.